De jongens van Inner zijn Nederlandse jongens die eigenlijk proberen al jarenlang om een beetje mee te liften op het succes van Philips Hue. En het leuke is dat ze ook echt hun best doen om unieke producten te creëren. Dit jaar zijn ze met een tuinlijn gestart. Dan hebben ze 3 producten ingelanceerd en dit is daar één van. Dit is de Smart Outdoor Flex Light 4 meter. Dit is dus een LED-strip, die kun je in je tuin leggen. Bijvoorbeeld half ingraven in het gras of zoals op de foto van het ding zelf op het gras laten liggen. Maar je kunt hem ook monteren op allerlei zaken. En dat is een van de dingen die wij gaan doen, want wij gaan zo'n strip op ons kantoor monteren om eigenlijk ons kantoor gewoon leuk uit te lichten. Dat kan namelijk ook. De verpakking vertelt al vrij veel van wat je mag verwachten. Je krijgt clipjes om dus te monteren op je schutting of in dit geval op ons kozijn. Je krijgt een adapter met 1,5 meter snoer en daar nog een keer 15 centimeter. En dan krijg je 2 meter tot aan de Hue Compatible Zigbee ontvanger. Dan krijg je nog een keer een meter snoer en dan heb je met 15 centimeter snoer begint die lichtslang. Nou, tijd om te kijken wat zit er dan daadwerkelijk allemaal in de doos. Ik verwacht er best veel. Ik moet zeggen, trouwens, leuke opvallende doosjes. Dit is de lichtslang. En ik moet zeggen, we hebben er 2 uitgepakt. De vorige die ik heb uitgepakt, hadden ze hier keurig die klittenband kabelbindertjes. Die hebben ze in deze batch alweer vervangen voor tie-wraps. En ik ben nu wel heel nieuwsgierig of die tie-wraps, want die zitten vrij strak omheen, of die het materiaal eigenlijk niet beschadigen. Ja, je ziet wel heel iets de afdrukjes van de tie-wraps. Maar ik heb het gevoel dat als het een tijdje in de tuin ligt, dat je daar niet meer zo heel veel van merkt. Er zit geen plakstrip achterop, want ja, het is niet echt bedoeld voor interieurgebruik. En dit is de aansluiting. Deze aansluiting, dit is een 12 volt aansluiting, die gebruikt Inner voor al haar buitenverlichting. En dat betekent dat als je moet verlengen, dat je dit soort verlengkabels kopen. Deze is van 2 meter. We hebben ook van 5 meter hebben we meegestuurd gekregen. Die kun je hierop doen en dan kun je de afstand tot de ontvanger kun je feitelijk verlengen. Nou, wat heel belangrijk is, bij andere in-air buitenverlichting kun je het tot op zekere hoogte aan elkaar koppelen. Eigenlijk zolang de adapter daar capaciteit voor heeft. Deze vragen heel veel stroom. Dus je moet echt 1 stopcontact uiteindelijk gebruiken voor 1 zo'n lightstrip. Je kunt er wel 2 kops met de kopse kant tegen elkaar aanzetten. Dan kun je ze dus op het dopje na vrijwel aan één gesloten licht laten geven. Inknippen kan niet, want dan zijn ze niet meer waterdicht. En ja, dan is toch wel het hele effect een beetje voorbij. Dus dit is een 4 meter lang. Volgens mij is er ook een kortere van 2 meter zo uit mijn hoofd. Maar in de review via de link in de comments onder de video vertel ik daar meer over. Dus echt even van top of my head. Ik kan het mis hebben. Hier hebben we beugeltjes. En daar krijgen we meteen schroefjes bij. Het zijn zelftappertjes. Dus die zijn prima in ons geval om in het kozijn te doen. Maar stel nou dat je deze beugeltjes op tegels zou willen monteren. Dan moet je wel eerst echt even op zoek gaan naar plugjes. Want die zitten er helaas niet bij. Dan hebben we hier het dubbele kabeldeel en je ziet ook dat het gewoon echt gemaakt is voor buiten met gewoon kapjes die over de pluggen heen vallen en dergelijke. Dit is dus waar de Zigbee ontvanger in zit en die vertaalt dus het signaal van je Philips Hue Hub of een ander Zigbee ding dat je gebruikt naar die ledlampjes zodat ze gewoon keurig de kleur weergeven die jij wil. En daarnaast is er dus deze adapter, dit is een stroomadapter en die zorgt dus voor dat 220 volt wordt omgezet in 12 volt. Jammer dat ze natuurlijk deze 2 niet met elkaar gecombineerd hebben. Zou nog heel wat meer comfort opgeleverd hebben. Maar goed, dat redden we allemaal wel. En wat heel tof is, is dat alles. Deze heeft oogjes om dat er gewoon ergens keurig op een wand te kunnen monteren. Of op een schutting. Deze heeft dat helaas niet, dus die moet je gewoon ergens een beetje laten liggen. Maar dat is dan maar zo. Goed, ik ga de ladder op en ik ga boren en ik ga monteren. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. In de flits laat ik het je zien. De avondklok is natuurlijk heel erg lastig. Dus ik heb een fotootje van ons kantoor meegenomen waar we de inner light strip op de gevel hebben
geplaatst en ook eentje achter de gevel. Dat zie je als volgt. Hè? Die paarse strip aan de voorkant, dat is dus de light strip zoals we die hebben opgehangen. En ja, de groen verlichte binnenkant van kantoor, dat is light strip nummer 2 die we hebben bevestigd. Ik moet zeggen, bevestigen met de beugeltjes gaat heel makkelijk. Zoals we bij de 1 kregen we grijze beugeltjes, bij de ander witte. Dat vonden we wat opvallend. Maar dat is een klein detail. We kregen er in totaal 12. En nou ja, we hadden hem vrij vlot aan de gevel hangen. Wat je wel ziet, ook op de foto en ook in de praktijk, is dat het ja, bijna niet mogelijk is om echt heel mooi recht te monteren. Daarvoor is de slang simpelweg te flexibel. Dus eigenlijk onder zijn eigen gewicht wordt hij toch in een beetje kronkelig, zou je bijna zeggen. Dus ja, heb je dit soort hele strakke toepassingen voor ogen, dan moet je denk ik toch zelf iets met een aluminium profiel in elkaar gaan zetten. En niet te veel leunen op deze beugeltjes. En het is ook zeker iets waarvan ik zelf nog zit te denken om wellicht binnenkort ja, nog even een profiel eronder te schroeven. Om te zorgen dat hij echt gewoon de steun krijgt om een mooie, strakke, rechte lijn neer te zetten. Buiten dat ben ik echt wel heel tevreden met wat Inner hier levert. Het pakket is gewoon volledig. Je kunt hem op de grond gebruiken. Je kunt hem een klein stukje ingraven. Je kunt hem dus, zoals wij hebben gedaan, aan je muur of aan je schutting monteren of wat dan ook. Het hele plaatje klopt gewoon. Je kunt ze niet heel makkelijk aan elkaar vast monteren. In die zin dat aan één kant zit de aansluiting, aan de andere kant zit niks. Dus je zou twee eigenlijk stotend tegen elkaar aan kunnen zetten. Ze zijn er in 2 en 4 meter. Iedere lichtslang heeft wel echt een eigen aansluiting op het stopcontact nodig, op het lichtnet. Dat heeft te maken met de hoeveelheid stroom die al die ledjes vragen. Maar als je daar dan een beetje rekening mee houdt, ah ja, dan kun je gewoon hele leuke creatieve dingen mee doen. Oh ja, en je kunt er natuurlijk niet in knippen, want dan is het niet meer waterdicht. Dus je moet echt kijken welke lengte koop ik en is dit ook echt de lengte voor het idee dat ik heb. Nou ja, goed, als je daar rekening mee houdt, dan is deze outdoor lichtslang van Inner echt gewoon een waanzinnig topding. En ja, aansturen met Zigbee en zo, het gaat allemaal gewoon goed. Prima product, niks op aan te merken. En wil je nog meer weten over dit product van Inner? Check dan even de link onderaan de video in de comments. Die gaat naar gadgetgear.nl en daar lees je mijn hele review. Voor nu, ciao en tot de volgende keer. Oh ja, en wil je meer zien van Gadget Gear? Vergeet ons natuurlijk niet te liken. Ciao!